hier ons allerlaatste slokkie. We zijn de hele avond al op drift. Ik zeg nog, alle gekheid op een stokkie. In dit café is iedereen gezicht. Ze hangen in de bloemetjes gordijnen. Ze spelen op de kachel klaverjas. Ik zie er een door het keukenraam verdwijnen. Wat jammer, zegt dat raampie is van glas. Nou springen heus de veters uit mijn schoenen. Ik zie opeens twee enorme groene watermeloenen. Maar dat is Tante Miep. Hey, hallo, dag Tante Miepie. Ben je genezen van je griepie? Een rode meid met hele grote ogen komt met gejuich door de lucht gevlogen. Ja, ongelogen, gewoon een luchtig diep. Hallo Miep, kom hier, ik wil een goed figuur slaan. De man aan de piano zit te huilen. Hij smijt een handvol toetsen door de zaal. Terwijl ik nog probeer me te verschuilen, roept heel de tent uit volle borst. Allemaal! De tuba die zit belletjes te blazen. Dat is voor jong en oud een leuk gezicht. Dus vullen wij hem bij met volle glazen en dansen op een schuimtapijt. Allee! Dan springen weer de veters uit mijn schoenen. Ik zie opnieuw die enorme groene watermeloenen. Ach ja, daar stond de Miep. Hey Miep, wat zie ik nou? Je hangt met je ogen in de slaatjes. En ook die meid, je weet wel met die ogen, kom voor de grap nog eens langs gevlogen. Ja, ongelogen, een lekker luchtig diep. Hey Miep, neem maar een sigaar, de frikandellen zijn op. Swingen met twee hanen. Een toverheks die schuifelt met een spook. Een paard haalt mayonaise uit zijn manen. De muren staan te wiebelen. Wij ook! Dan springen weer de veters uit mijn schoenen. Ik zie opnieuw die enorme groene watermeloenen. Ach ja, daar staan de Miep. Watermeloenen, ze zijn toch wel onbespoten? En ook die meid, je weet wel met die ogen, kom voor de grap nog eens langs gevlogen. Ja, om